Ik ben Reinoud en samen met Laura en Isra geef ik jullie in deze infomercial een beetje meer informatie over het EU-mandaat. Zoals jullie vast en zeker al weten, is de Vlaamse Jeugdraad ook op internationaal niveau heel actief, zowel op EU-niveau als op VN-niveau. Samen met de andere internationale jongerenvertegenwoordigers komen wij eigenlijk jaarlijks samen in de werkgroep internationaal, waar we echt samen onze ervaringen delen, maar ook wat er niet zo goed gaat en ook kunnen leren van de vorige jongerenvertegenwoordigers die er ook vertegenwoordigd zijn. Daarnaast hebben we ook een meer constant samenkomen in de open house. Dit is maandelijks, het kan fysiek zijn of online, maar hier hebben we meer dat directe contact en kunnen we direct inspelen op actuele gebeurtenissen en kunnen we een beetje meer die langere termijn visie van dag, ja, maandelijks uiteenzetten. Maar specifiek over het EU-mandaat. Dit is eigenlijk ruimer dan enkel de EU en gaat ook, ja, dus gaat ook over bijvoorbeeld jeugdraden die buiten de EU zitten, die je ook tegenkomt binnen het mandaat. Maar dus wat doen we juist op Europees vlak? Dus de Europese jongerenvertegenwoordiger vertegenwoordigt samen met de andere Belgische jeugdraden, dus de Franstalige jeugdraad en de Duitsstalige jeugdraad, hebben ook elk een Europese jongerenvertegenwoordiger. Samen vertegenwoordigen wij de Belgische jeugd op het Europese niveau. Wij specifiek zijn de belangenbehartigers van de Vlaamse jeugdraad en wij nemen dus de standpunten die worden goedgekeurd binnen de Vlaamse jeugdraad mee naar dat Europese niveau en verdedigen die ook. Maar daarnaast nemen wij ook de geleerde lessen van andere jeugdraden en organisaties die wij tegenkomen op die evenementen, nemen wij mee naar onze eigen jeugdraad. En daar, op basis daarvan proberen we eigenlijk een beetje input te geven voor nieuwe adviezen en proberen we echt onze eigen jeugdraad ook beter te maken. Wie zijn de huidige jongerenvertegenwoordigers? Dus samen, ja, Isra en ik zijn de seniors. En Laure was eigenlijk onze voorgangster, maar zij is nu gepromoveerd naar het Europees Jeugdforum. Maar je zal haar zeker en vast ook nog wel een beetje zien. Ons mandaat is voor 2 jaar en we zijn nu eigenlijk op zoek naar een junior. En op Europees niveau zijn wij als Europese jongerenvertegenwoordigers betrokken zowel binnen het Europees Jeugdforum, zoals ik al zei, breder dan de Europese Unie alleen, maar ook jeugdraden en organisaties die niet direct met de EU of binnen de EU gevestigd zijn. En daarnaast ook de Europese, ja, de EU-jeugddialoog. En dit is eigenlijk puur gefocust binnen de EU. Maar hierin proberen we eigenlijk echt invloed te hebben op de raadsconclusies binnen, ja, de Raad van Ministers voor de Jeugd, om daar echt impact op te hebben en echt concreet inhoud en verandering in beleid te krijgen doorheen de hele Europese Unie. Maar daarnaast zijn er ook nog verschillende andere opportuniteiten, want bijvoorbeeld in vergelijking met het VN-mandaat is het EU-mandaat veel meer gestructureerd. Je krijgt veel meer uitnodigingen binnen het Europese Jeugdforum, binnen de jeugddialoog. Je hebt echt een vaste agenda en daarna kan je nog zaken erbij nemen. Zoals bijvoorbeeld evenementen van de Raad van Europa, verschillende campagnes, overleg met de Vlaamse Europarlementsleden enzovoort. Je vult het ook zelf een beetje in, maar je hebt ook vaste momenten doorheen het jaar waar we nu wat meer over zullen toelichten. Hallo allemaal, mijn naam is Isra. Ik ben Europees jongerenvertegenwoordiger bij de Vlaamse Jeugdraad. Ik wil jullie een kleine wegwijs geven over de EU Youth Dialogue, of beter gezegd de Europese Jeugddialoog in het Nederlands. Als jullie binnenkort mijn mandaat als Europees jongerenvertegenwoordiger gaan moeten invullen, is het toch wel belangrijk dat je weet wat jou te wachten staat. Dus in dit geval, de Europese Jeugddialoog, stel u een conferentie voor vol met jongeren, jongerenorganisaties, onderzoekers, maar ook mensen die werken bij het departement Jeugd, over heel Europa, dus landen over heel Europa komen dan samen en denken eigenlijk vooral over heel belangrijke zaken die toch wel belangrijk zijn in het leven van de jongeren. Nu, waarom is dat heel belangrijk, zo'n conferentie of het Europese jeugddialoog? Dat is omdat de Europese ministers die bevoegd zijn voor jeugd, die komen samen tijdens de Raad Jeugdzaken. Dat doen ze 1 keer om de 6 maanden. Zij stemmen dan resoluties over jongeren. En dan is het de taak van onze Europese ministers, om die te gaan implementeren en onze leefwerelden van jongeren te gaan verbeteren. Het zou zonde zijn mochten ministers zich enkel baseren over hetgeen dat zij bespreken over jongeren. Vandaar dat dialoog met de jongeren is echt heel krachtig en er is daar ook een bepaalde impact dat je dan daarop hebt, op die resoluties dan, wat dan van belang is. Dus tijdens het Europees Jeugddialoog worden dan zaken besproken die dan een bepaalde impact hebben op het input en de inhoud van die resoluties.
Het Europees jeugddialoog, dat heeft daar een bepaald systeem en hoe dat wordt georganiseerd en hoe dat werkt. Wel, je hebt een cyclus van 1,5 jaar en er zijn daar bepaalde landen die verantwoordelijk zijn om een conferentie te gaan organiseren. Die landen die worden eigenlijk gekozen aan de hand van het voorzitterschap van de Raad. Dus wie dat er op dat moment op Europees niveau, dus op beleidsniveau, aan het voorzitterschap van de Raad zit, die wordt dan verantwoordelijk gesteld om een conferentie te gaan organiseren. Bijvoorbeeld, vorig jaar was het dan in september Alicante. Er is daar een blogpost op de Vlaamse Jeugdraad, als je daar wat meer informatie over wilt. En daar gebeurt er dan een Europese jeugdconferentie. Er gebeurt daar dan ook een handover op het einde van zo'n conferentie, waarbij dat het ene voorzitterschap naar het andere voorzitterschap wordt gebracht. Dus in dit geval was het van Spanje naar België. Hebben wij dan in maart in Gent een Europese jeugdconferentie gehad. Vandaar de foto van hierachter. En daarna nog eens een jongerenconferentie of een Europese jeugdconferentie die in september zal plaatsvinden in Budapest van de Hongaren. Dus je hebt die hele cyclus met dus drie soorten voorzitterschap en iedere keer een ander land. En daar wordt dan iedere keer over een bepaalde thema besproken. Hier achter mij zie je de European Youth Goals. Waarom is dat van belang? Wel, ik sprak daarnet over een cyclus van 1,5 jaar, waarbij dat dus die drie landen een jeugdconferentie zullen organiseren. Wel, per cyclus zullen ze een thema nemen. In dit geval is dat dan sociale inclusie nu, tot en met december 2024. En daar zullen de drie conferenties daarover gaan. Dus de afgelopen conferenties van Alicante in Spanje en Gent in België zijn eigenlijk al geweest over sociale inclusie. En de komende, nu in september, zal ook gaan over sociale inclusie. Maar dus na september, na Hongarije, zal het cyclus ook tot zijn einde komen. Vandaar dat er dan weer een nieuwe cyclus komt en dan weer ook een nieuwe goal. En die goal, dat weten we ondertussen al, dat zal gaan over Europa verbinden met jongeren. Als ik ga naar zo'n Europese jeugdconferentie, is het niet de bedoeling dat ik zomaar ga en alleen maar mijn meningen meedeel. Want ik vertegenwoordig alle Vlaamse jongeren op Europees niveau. Dus is het ook van belang om te weten waar Europese jongeren van, of Vlaamse jongeren beter gezegd, van wakker liggen. Nu, wij gaan eigenlijk die input gaan halen door working groups, door werkgroepen die wij organiseren binnen de Vlaamse Jeugdraad. Er is dus nu een werkgroep sociale inclusie bij de Vlaamse Jeugdraad, waarbij dat we dus jongeren gaan bevragen, jongere organisaties gaan bevragen, maar ook gewoon onderling gaan bespreken over sociale inclusie. Die meningen en die zaken die daaruit voortvloeien, neem ik dus mee naar conferenties op Europees niveau. En zo kan ik eigenlijk impact hebben via jongeren die ik heb bevraagd in België mee naar Europa. En ieder land doet dat dan, iedere delegatie, dus ieder vertegenwoordiger, iedere jongerenvertegenwoordiger, doet dat dan voor zijn eigen land. En dan kom je eigenlijk tot een mooi geheel van jongerenvertegenwoordigers. Last but not least, dan komen deze uitkomsten van de conferentie in de raadsresoluties terecht en worden die dus gestemd in de Raad van Ministers van de EU. Het komt erop neer, het Europees Jeugddialoog, wij hebben er als Europese jongerenvertegenwoordigers of als EU Youth Delegates, want dat ga je ook vaak horen als je in ons mandaat zit, effectief impact. Dat is ook wat het mooi maakt binnen ons mandaat. Dus alleen maar nog een reden om je zeker kandidaat te stellen bij de Vlaamse Jeugdraad om als Europees jongerenvertegenwoordiger de komende 2 jaar de Vlaamse jongeren op Europees niveau te gaan vertegenwoordigen. En hopelijk, of misschien ben jij dan wel mijn collega voor de komende jaar. Goed, dag iedereen. Ik ben Laure. Ik ben de senior Europese jongerenvertegenwoordiger van Isra en Reinhard. Wat dat wil zeggen dat ik nu afscheid ga nemen en dat een van jullie mijn plaats gaat vervangen. Reinhard heeft al een beetje gezegd wat dat wij allemaal doen op Europees niveau. En een van die dingen is daarvan het Europees Jeugdforum. Het Europees Jeugdforum is een forum en een Europese overkoepelende organisatie die meer dan 100 jeugdraden en internationale jongerenorganisaties uit heel Europa vertegenwoordigt. Dus dat is eigenlijk een umbrella-organisatie van allemaal andere organisaties, jeugdraden en jongerenorganisaties. Het Europees Jeugdforum, de naam zegt het een beetje zelf, wil vooral wegen op het Europees jeugdbeleid. En de komende 4 jaar werken zij rond 4 verschillende thema's. Enerzijds klimaat, anderzijds jeugdrechten, dan ook democratie en ook jongerenorganisaties. Hoe weegt het Europese Jeugdforum op dat Europees beleid? Dat is door enerzijds campagnes te doen, anderzijds policy papers, dus een soort van adviezen te schrijven, door heel veel lobbywerk te doen en dus ook aanwezig te zijn op verschillende events. Een aantal voorbeelden van dingen die het Europese Jeugdforum heeft gedaan zijn bijvoorbeeld een heel grote campagne rond onbetaalde stages. Zij willen dat onbetaalde stages verboden worden en dat heeft ook
Ja, er is ook resultaat van, want nu is er een Europese directive die inderdaad stages zoveel mogelijk, allee, onbetaalde stages zoveel mogelijk wil verbieden. Daarnaast is het Europese Jeugdforum ook een enorme voorvechter van stemrecht 16. Je ziet ook, ze hebben daar heel veel campagnes rond gedaan, en dat is iets waar dat wij als Europese jongerenvertegenwoordigers heel hard betrokken bij zijn geweest, maar ook onze adviseurs bij de Vlaamse Jeugdraad. Daarnaast is het Europese Jeugdforum, bouwen zij ook de titel van Europese Jongerenhoofdstad uit. En Gent in België is dit jaar ook, in 2024, de Europese Jongerenhoofdstad. Dus er zijn superveel initiatieven, heel veel events, en dat is een heel mooie kans voor een stad. En daarnaast zien we dat wij ook betrokken zijn of hebben mogen spreken op events van het Europese Jeugdforum of in panels met het Europese Jeugdforum over bijvoorbeeld stemrecht 16. En is Isra ook lid van de expertengroep over socio-economische inclusie bij het Europese Jeugdforum. Dat is een groep die eigenlijk samen nadenkt over wat dat jeugdforum nu precies moet doen over sociale socio-economische inclusie. Nu, hoe zit dat jeugdforum eigenlijk in elkaar? Ik heb al gezegd dat het bestaat uit enerzijds internationale jeugdorganisaties, zoals een internationale scout, en anderzijds nationale jeugdraden, zoals de Vlaamse Jeugdraad. Dus dat zijn meer dan 100 lidorganisaties, we noemen dat member organizations, en die komen 2 keer per jaar samen tijdens een General Assembly of een COMEN. En tijdens die 2 keer per jaar ga jij daar naartoe als Europees jongerenvertegenwoordiger om de Vlaamse Jeugdraad daar te vertegenwoordigen. Tijdens die General Assemblies en die COMEMS wordt er een nieuw bestuur verkozen om de 2 jaar. Er wordt een nieuw werkplan gestemd. We wisselen moties uit. We wisselen good practices met elkaar uit. En we stemmen ook voor policy papers enzovoort. Je ziet daar ook een aantal foto's van de meest recente General Assembly die in mei 2024 in Spanje heeft plaatsgevonden. En daarnaast, omdat... Je hebt hier meer dan 100 organisaties, maar daarnaast heb je ook een bestuur met mensen die verkozen zijn om eigenlijk het jeugdforum een beetje in goede banen te leiden, om alle beslissingen die gemaakt zijn tijdens zo'n General Assembly met alle lidorganisaties, om dat ook echt in de praktijk uit te voeren. En dat is de board. De board of het bestuur bestaat uit 1 voorzitter, 2 vicevoorzitters en 8 bestuursleden. En ikzelf ben ook verkozen tot het bestuur in mei 2024. Dus dat is super spannend. En zoals ik al zei, het bestuur neemt de strategische beslissingen, wordt om de 2 jaar verkozen. Dus mijn mandaat is zelf voor 2 jaar. Dat is een beetje wat dat het Europees Jeugdforum doet, waarop zij werken en wat dat jouw rol als Europees jongerenvertegenwoordiger daarin is. Dus vooral naar de General Assemblies en de COMEMS gaan en ook in de tussenmaanden goed het werk van het Europees Jeugdforum opvolgen en betrokken zijn bij bepaalde campagnes en acties die wij als de Vlaamse Jeugdraad ook belangrijk vinden. En tenslotte, omdat het Europees Jeugdforum enorm groot is met enorm veel lidorganisaties, zijn er ook kleinere groepen binnen het Europees Jeugdforum van jeugdraden of internationale jongerenorganisaties die eigenlijk nauwer samenwerken met elkaar. En wij zitten in een groep die noemt BIC, Benelux Islands Central Europe Corporation. Dus dat zijn 12 jeugdraden die allemaal samenwerken met elkaar. Wij bereiden samen de General Assemblies en de COMEMS van het Europees Jeugdforum voor. En wij helpen elkaar ook waar nodig. Wij kunnen ook samen bepaalde campagnes doen. Of als een van de jeugdraden hulp nodig heeft, of die zitten even bijvoorbeeld zonder funding, dan kunnen wij ook samenwerken om te kijken hoe dat we elkaar kunnen versterken. Hallo iedereen, hier ben ik weer. Ik licht graag nog even toe, want als Europees jongerenvertegenwoordiger werk je met heel veel verschillende organisaties en met andere verschillende mensen samen. Ik had in het begin al even aangehaald dat er ook een Franstalige en een Duitsstalige jeugdraad is. En bijvoorbeeld binnen het Europees Jeugdforum is deze samenwerking ook echt essentieel, want we hebben samen als België 1 stemrecht. Dus we moeten eigenlijk overeenkomen, dan voornamelijk met de Franstalige, over hoe dat we juist willen stemmen, of dat we ons onthouden, et cetera. Dus we moeten echt die communicatie, maar evengoed als het gaat over de EU-jeugddialoog, dan gaat het echt over het aftoetsen met elkaar van hoe dat wij erover denken, maar evengoed in de organisatie van evenementen, et cetera. Dus we werken daar heel nauw mee samen, dus dat is echt wel een meerwaarde, zeker ook voor Frans, maar evengoed als je Duits kan, dat is altijd fijn, maar die samenwerking is echt essentieel. Daarnaast werken we ook samen met het Vlaams departement, en dat gaat dan voornamelijk rond de EU-jeugddialoog, binnen de nationale werkgroep, maar dat ga je allemaal nog wel leren kennen als je
echt binnen het mandaat terechtkomt. Maar daarnaast werken we ook met veel andere organisaties samen, zoals het VLEVA of JINT, maar ook met de Europese Commissie of het Europees Parlement en dan de vertegenwoordiging van België daarin meer specifiek. Maar evengoed met andere organisaties die echt rond Europa bezig zijn. En dat is echt een verrijking, omdat je altijd weer in contact komt met heel interessante mensen en ook heel veel bijleert, rond Europa zeker, maar evengoed over vertegenwoordiging, et cetera. Maar het mandaat is natuurlijk ook veel meer dan we al hebben toegelicht. Want je kan echt zoveel doen dat het mandaat eigenlijk te kort is om echt van alles te proeven. Maar dus, er is echt voor ieder wat wils. En je kan echt je grenzen verleggen tot wat je niet eens mogelijk acht. Je kan echt meedoen aan alle andere activiteiten van de Vlaamse Jeugdraad ook. En daar ook een actieve rol in nemen. Want je zetelt bijvoorbeeld ook in de adviesraad. Maar ja, bijvoorbeeld die internationale conferenties, die internationale vriendschappen die je sluit, die campagnes waar je actief aan kan meewerken, die impact die je kan hebben, dat geeft echt ook wel een fijn gevoel. En daar raad ik ook echt aan, persoonlijk. Als je echt maatschappelijk betrokken wilt zijn binnen Europa en daar ook echt die stempel wilt drukken, dan is dit wel echt iets voor jou. Om het misschien kort te hebben over de verwezenlijkingen van het afgelopen jaar. Want zoals jullie weten, was België de voorzitter van de Raad van Ministers de afgelopen 6 maanden. En samen met Spanje en Hongarije zitten we eigenlijk in 1 trio. En binnen de EU-jeugddialoog, die is al heel technisch natuurlijk, maar hebben we echt een heel traject doorlopen. En hebben we bijvoorbeeld ook raadsconclusies neergelegd met alle input die we hadden van onze Europese jeugdconferentie. En die zijn heel sterk, die raadsconclusies. En Laure is die punten van de Europese jeugdconferentie ook mooi gaan toelichten binnen de Raad van Ministers. Echt gewoon in het gebouw, met het belletje. Dus het was echt de impact van de jeugd, hebben we echt laten horen de afgelopen 6 maanden. Maar daarnaast zijn we ook heel actief geweest, bijvoorbeeld rond de afgelopen Europese verkiezingen, maar evengoed de federale Vlaamse lokale verkiezingen die er nu ook nog aankomen. Want zeker de stem van de jeugd met verschillende memoranda, dat is ook echt iets waar wij heel hard op inzetten. En bijvoorbeeld de hele Het is aan nu-campagne, het motiveren van 16-jarigen om te gaan stemmen, wat ze later dan verplicht waren om te gaan stemmen. Dus we hebben daar heel hard op ingespeeld en hebben heel veel input gekregen van het buitenland. Maar ik deel nu ook heel wat input met het buitenland om echt dat stemrecht 16 bijvoorbeeld ook meer uit te rollen over de rest van Europa. Dus dat is iets dat gaat blijven spelen en waar we ook echt een trekker zijn binnen Europa. Wat ook echt een meerwaarde is naar de toekomst toe. Daar hebben we bijvoorbeeld ook in het panel over gesproken binnen Gent als Europese jongerenhoofdstad over stemrecht 16. Maar we spelen daar dus echt op Europees vlak een belangrijke rol in. Daarnaast is Laura ook verkozen tot boardmember van het Europese Jeugdforum, wat gewoon fantastisch is, met de meeste stemmen van iedereen trouwens. Maar dat betekent dat we ook iemand hebben binnen de board van het Europese Jeugdforum, die ook nauw gelinkt is met de Vlaamse Jeugdraad, waardoor we echt ook wel die inside information hebben en ook echt blijven kunnen inzetten voor onze jeugdraad beter te maken, maar ook zeker binnen Europa een grotere impact te hebben. Dus dat is ook zeer interessant als je de nieuwe junior wilt worden. Maar tot slot rest mij jullie gewoon nog te bedanken om tot het einde van deze infomercial te kijken. Als jullie toch nog vragen zouden hebben, ja, contacteer ons. We staan jullie graag te woord bij twijfels, et cetera. Als jullie gewoon een beetje meer informatie willen of gewoon een babbel of zo, stuur ons maar gewoon via Instagram of stuur ons een mailtje, dat is ook altijd heel gemakkelijk. Je vindt alles hier op de slide. Dus alvast heel veel succes als jullie gaan applyen. En veel plezier alvast.